Deze week zijn er twee camera's geplaatst op het afgesloten deel van de Waalkade in Nijmegen. Ze staan bij de Grote Straat en de Keerlus ter hoogte van het Holland Casino. Op dit deel mogen alleen hulpdiensten, lijnbussen en mensen met een vergunning rijden. Toch rijden daar nog altijd mensen die geen toestemming hebben. De twee camera's moeten uiteindelijk de kentekens van auto's gaan registreren die geen toestemming hebben om over het afgesloten deel te rijden. Wanneer de camera's ook daadwerkelijk de kentekens gaan vastleggen is nog onbekend. Eerst moet de gemeente Nijmegen nog toestemming krijgen van het Openbaar Ministerie.